Hi, welkom bij een nieuwe video van de Blunt Tigers. Deze video gaat over mijn ideale zondag. Een dagje zonder telefoon en een fantastische expositie van Frida Kahlo. Dus blijf kijken! Week, toen was ik alleen thuis en toen dacht ik ga even lekker een film kijken. Dus ik zat een beetje op Netflix te kijken welke film ik wilde zien. En toen kwam Frida voorbij. En nou, die film die wil ik al zo lang zien, maar op de een of andere manier komt het er dus nooit van. Ik wist natuurlijk wel wie Frida Kahlo was en ik wist wel haar verhaal in grove lijnen. Die ben ik gaan kijken. Nou echt, ik ben dagen langer mee bezig geweest. Gewoon, het zat te heet in mijn hoofd. Een waanzinnig verhaal. Gewoon ongelooflijk inspirerend. Haar leven na zoveel pijn. En gewoon zo'n heftig verhaal. En zo'n heftige film. Ook alles komt aan bod. Liefde, pijn, doorzettingsvermogen, ambitie. Nou echt, je moet hem gaan kijken als je hem nooit hebt gezien. En toen wilde ik natuurlijk super graag haar schilderij in het echt zien. Dus toen ben ik gaan googlen en toen las ik dus dat haar schilderijen ongeveer nooit Mexico uitgaan. En dat ze altijd in Mexico City te zien zijn, maar nooit in de rest van de wereld. Hadden ze een expositie in New York en dat was in langer dan 25 jaar niet gebeurd. Dus ik was natuurlijk helemaal blij en ik dacht ik moet daarheen. En het is herfst, dus het wordt zo mooi. Ik ga door de poorten naar binnen, op zoek naar Bibi, want die is er al. En die heeft mijn kaart. Ik ben verdwaald en ik krijg nu een lift. In een golfkarretje. What's your name? Yeah. Nice to meet you, I'm Elise. I have the VIP experience. Nou, ik heb Bibi eindelijk gevonden. Oh my god, ik stond bij de verkeerde ingang. Maar het is hier zo mooi. Echt die kleuren allemaal. Fantastisch. Oh, ik ben zo benieuwd. Jij hebt zelfs je eindproject. Wat zei mijn je nou? Mijn afstudeerproject van tekenen heb ik over Frida Kahlo gedaan in Salvador Dalí. En wat moest je dan doen? Moest ik een schilderij maken. Zelfportret van Frida. En dan in het magisch realisme van Salvador Dalí. Dus was een combinatie van twee kunstenaars. Vet, hè? Waarom zitten deze mensen achter een hekje? Ja, die gaan wachten op een trein. Het zijn dieren waar we naar kunnen kijken. We moeten even leuke fotootjes maken. Blogpost. Ja! In New York zie je namelijk nooit natuur. Dus dit is echt gewoon heel fijn even. Nou, de expositie begint met allemaal foto's van haar. We zijn even vertrouwd in het museum. Maar we hebben nu net één deel gezien. Het is heel moeilijk om te filmen. Want er staat overal security. En mag ook niet. Nee. Nou, we zijn op de goede verdieping, finally, op naar de volgende ruimte. Zij heeft in totaal volgens mij iets van 250 schilderijen gemaakt, maar ze hadden iets van, denk 10 schilderijen tijdens die expositie. Niet heel veel, maar wel echt te gek om te zien. Helaas mocht ik absoluut niet filmen of foto's maken van de echte schilderijen. Ik heb geprobeerd om een soort van, ja, andere dingen te filmen, zodat je een beetje een impressie krijgt van hoe het er was. Dit is het blauwe huis waar ze dus woonde. En dit is een foto van het blauwe huis. Te gek. Dit was dus haar huis. En hier heeft ze haar huis getekend. Het is hier trouwens.
trouwens nog 22 graden. Nee, dat kan gewoon niet. Oh my god, Bibi maakt nu een Snapchat. Ja, dat is too much, denk ik. Nu gaan we dus naar het blauwe huis, want dat hebben ze nagemaakt. En het blauwe huis was dus waar zij woonden vroeger. En dat schijnen ze dus hier ergens na te hebben gebouwd. Maar we moeten dus even op zoek gaan waar dat is. Bibi en ik zijn nu in een soort ding gegaan voor kinderen. En hebben ze allemaal pumpkins. Geweldig. Maar echt gigantische pumpkins. Niet normaal, kijk. Oh, wat leuk. These are huge. Hoe bestaat dit? Hoe leuk als kind dat dit een speeltuin is. Kijk ook even het boshuisje, dat vind ik geweldig. Te schattig. Bibi gaat even wat foto's van mij maken. Zo is perfect. Penisje. Ja, van mij in het midden. Tas weer. Nou, we zijn nu op zo'n mooi plekje. Echt gewoon alle kleuren, alle herfstkleuren komen bij elkaar hier. Rood, oranje, geel, bruin. Echt geweldig om te zien. We hebben ook net een hele shoot gedaan voor Instagram. Ja, always be Instagramming. Ja, jullie zullen wel denken dat ik gewoon helemaal overdreven doe, maar in New York zie je nooit natuur. Dus, en dit is gewoon zo prachtig. Lekker. Warzone. Nee. Bibi is even een selfie aan het maken. Oh, busted. Vraag of die man een foto van ons maakt. Of denk je niet dat hij dat kan? Hij heeft wel een gigantische camera. Can you maybe take a picture? Sure. Ik heb mijn sterrenbroek aan. We gaan naar het laatste gedeelte. En dat is in dit waanzinnige gebouw. En daar hebben ze het blauwe huis dus nagebouwd. Alsof je in de jungle bent. Ook geweldig die muziek die je hoort. Zie daar iets blauws? Dus volgens mij is het die kant. Ik ben even blij met dit. Leuk dat ze die muziek hebben gedaan ook. Oh mijn god, hier zie je allemaal muntjes in. Ik moet een wens doen. Ik heb heel veel muntjes. Ja? Maar moet het niet je eigen muntje zijn? Nee, dit niet. Moet ik het eigenlijk niet? Wat voor muntje moet het zijn? Maakt niet uit. Wat wens je? Ja, dat mag ik niet zeggen, dat moet het niet uit. Oké, maar het is een frog fountain, hè? Moet je dan over je link of je rechter schouder gooien? Dat moet je even lezen. Maar het staat er niet in, mensen doen dit gewoon altijd. Ja. Meer dan ik, dan heb je meer geluk waarschijnlijk. Ja. Ik weet al wat je hebt gewend namelijk. Ja. Oh, wat geweldig. Kijk dit nou. Wat is hier in ieder geval over die piramide? Dat haar man heeft dit ontworpen. The structure is constantly growing collection of thousands of pre-Hispanic artifacts. Het was gewoon heerlijk. Echt weer even wat anders. En ik ben zo blij dat ik haar schilderijen nu gewoon in het echt heb gezien. Want ik was gewoon zo met die film bezig. En het is zo'n inspirerend verhaal. En ik was gewoon heel benieuwd, want die kunst van haar, die laat dat ook heel erg zien. Het is hele realistische kunst. Maar, en je ziet gewoon echt, het is heel visueel. Je ziet echt haar pijn en de dingen die ze meemaakt, zie je terug in haar kunst. Dus ja, het was echt te gek om dat te doen. Nou, verder heb ik ook gewoon een typische zondag gefilmd. Hoe ik mijn zondag doorbreng. Namelijk, meestal ben ik gewoon in Brooklyn en dan blijf ik hier dus. En dan ga ik gewoon een beetje struinen door Williamsburg. Een beetje, ja, gewoon leuke winkeltjes naar binnen. Juice halen, soms nog even brunchen met vrienden.
Maar dit keer heb ik het anders gedaan. Ik heb namelijk mijn telefoon thuis gelaten. Jawel, misschien voor jullie niet heel raar, misschien voor sommigen wel. Ik moet je eerlijk toegeven, ik ben te vaak met mijn telefoon bezig. Ik kijk er zoveel op en ik vind het gewoon niet meer gezond. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon eens een hele zondag zonder telefoon op pad. Heerlijk gevoel dat niemand weet waar ik uithang, dat niemand me kan bereiken. Echt, het heeft een soort eye-opener geweest. Ik wil nu gewoon veel vaker mijn telefoon thuis laten als ik dingen ga doen. Ben ik in Brooklyn gaan rondlopen. En je hebt hier allemaal zulke leuke tentjes. Dus ik dacht, ik laat gewoon even een aantal dingen zien. Dit is bijvoorbeeld die Viera Drive. En het is gewoon een oude garage. Maar dat is omgetoverd tot restaurant. Je kan er lunchen, ontbijten. En dit is de tuin. Ik weet niet of je het kan zien. Maar er staat dus een hele boot in. En hier helemaal een soort 50s nagedaan. De oude Vespa en zo. Oh ja, er is hier ook een soort flea market. Vet leuk. Dus daar ga ik even heen. Wat je hier dus ook overal op straat ziet, zijn mensen die dan vintage kleding verkopen. Als je echt in Williamsburg rondloopt, dan zie je gewoon overal aan deze hekken, weet je wel, allemaal kleding hangen. En daar schoenen, noem maar op. Hoe leuk al die leren broekjes. Dit zou ik zo aandoen met uitgaan. Hier ook allemaal fringe. Brooklyn is eigenlijk voornamelijk laagbouw, zoals je ziet. Wat het gewoon een stuk knusser maakt. In de city is het gewoon altijd hysterisch druk. Ja, de mensen die je nu op straat ziet lopen, dat is gewoon... Dit is druk voor deze buurt. Het is gewoon zo relaxed. Dit is echt mijn lievelingstentje voor pizza. Shelter. Die heeft echt de allerlekkerste pizza's ever. Hier is de flea market. Artist and fleas. Oh, dit is wel nice. Ik wil eigenlijk gewoon een leuk uitgaanstasje nog. Even gewoon een klein leuk leren tasje of zo. Nou, daar is ook een soort vintage Valhalla hoek. Daar moet ik even kijken. Heerlijk dit struinen op de zondag. Alles bekijken. Die vind ik vet, dat leren jasje met die adelaar. Ik woon namelijk vlakbij een punt in Brooklyn waar je de hele skyline van de city kan zien, van Manhattan. Soms ga ik daar gewoon even naartoe in mijn eentje, een beetje wandelen, even lekker zitten op een bankje. Het is super mooi weer nu. Grappig wel dat ik mijn telefoon thuis laat, maar dan wel nu vlog. Maar goed, ik heb nu geen contact met andere mensen, alleen maar met mezelf en met de camera. Dus ik hoop dat dat mag. In ieder geval... Ik vlog natuurlijk niet 24/7, dus ik ga zo meteen ook even de camera uitdoen en genieten. Wat waanzinnig. Grappig is, hoe lang je ook in New York woont, het uitzicht verveelt gewoon nooit. Ik sta gewoon nog steeds versteld van dit uitzicht als ik dit zie. Het is gewoon een klein soort strandje hier, waar we uiteraard even op gaan. Oh, kijk, daar is de Freedom Tower. Daar Empire State. Nou, ik ga gewoon daar even zitten. Dit is een goed plekje. Heerlijk, jongens. In het zonnetje. Met de panterschoenen. En dit is mijn uitzicht. Wat wil je nog meer? Heerlijke zondag. In de zon. Het is zo lekker weer. Het is wel fris, maar... Perfect gewoon om buiten in de zon te zitten, dat wel. Dus ik ga nu even de camera uitdoen en heerlijk genieten van dit uitzicht. Kijk, zoals je ziet in Brooklyn, dat zijn gewoon allemaal oude garages en loodsen waar dus nu allemaal winkels in zitten. Hier heb je bijvoorbeeld Space 98. Daar zit Urban Outfitters in en dat is... Nou ja, volgens mij waren dit vroeger gewoon allemaal van die garages. Daar ook de American
Pearl. Wat ook altijd heel leuk is, is dat Brooklyn altijd vol hangt, of hoe zeg je dat, met quotes. Dus hier staat, you may not be able to measure God's love, but you can certainly experience it. Allemaal snuisterijen. Ik ga even een juice halen bij Juice Generation. Hartstikke lekker, even gezond doen. Nu, ze hebben nog veel meer smoothies en zo, maar ik neem de Get Your Green On. Spinach, kale, pineapple, mint, apple. Nou, dit is voor mij echt genieten. We zijn alweer aangekomen bij het einde van de video, jongens. Het gaat altijd zo snel. En ik ben heel benieuwd wat jullie van de video vonden. Abonneer je even als je nog niet geabonneerd bent. En laat me ook even weten hoe jullie dat ervaren met die telefoon. Hebben jullie daar helemaal geen last van? Vinden jullie dat jullie erg gezond bezig zijn met jullie telefoon? Of kunnen jullie jezelf wel in mij herkennen dat je gewoon continu op Snapchat, Instagram, Facebook, op al die apps zit de hele dag? Zonder dat je ook maar even gewoon rust neemt voor jezelf en die telefoon weglegt. Nou, ik ben benieuwd en probeer het ook eens even uit, zou ik zeggen, want het is echt bevrijdend. Nou, tot volgende week. Bye! Neem ik jullie mee, backstage. I love your hand. Ik kan niet wachten. Oh my god. Cadeautje. Myrtle Turtle. It's Veren.